wij vieren eigenlijk altijd Dierendag. De woensdag voor Dierendag. En we hebben vandaag gewoon weer een hartstikke leuk programma. Ja, we hebben verschillende kraampjes met allemaal leuke herfstbakjes. Het Imerschoe is aanwezig met de bijen, met een mooie demokastje nog. Super interessant. En natuurlijk ook heel belangrijk voor de natuur, de bijen. Dierenambulance is vandaag ook aanwezig voor een beetje informatie. Springkussen hebben we uiteraard weer. Dat mag natuurlijk niet ontbreken. Hè. En Karel met de paardenwagen. Daarnaast hebben we ook een touwtje trekken. We hebben nog een leuke rommelmarktkraampje. Op het allerlaatste ook nog een aanmelding voor zelfgemaakt fruit en sap en jamje. Sammetjes verkoop. Allemaal in warme smaken. Druiven siropen voor ranja maken of voor bij een kaasje of zo. En appelsap, gewoon lekker om zo te drinken. De mascotte van de dierenambulance, hè? Meneer Vos, loopt hij ook rond voor een leuke foto of een beetje informatie. Waarom heb jij die mooie strik op? Of de mooie oren, moet ik eigenlijk zeggen? Omdat de dierendag is en ik dacht, ja, we moeten ook maar een dier wezen. Hè? En wat voor dier moet jij voorstellen? De muis uit Disney film van Mickey Mouse.